Wat verandert er in Pillemaas de komende jaren op het gebied van voeding en duurzaamheid? Die vraag stond centraal bij het symposium Kijk je in de keuken, vorige week in Kessel. Onder andere Helge van Leur schetste een beeld over de toekomst. Ik leg mij als ambassadeur toe op de combinatie, wat gebeurt er met ons weer? Wat betekent dat voor ons klimaat? Wat verandert er allemaal? Is dat slecht of is dat niet slecht? En komt er eigenlijk op neer dat het evenwicht verstoort waar wij nu op ingesteld zijn? Vandaar dat ik het klimaatverstoring noem. En dan de volgende stap, nou ja, wat kunnen we eraan doen? Hoe kwetsbaar ben je en hoe zouden we onze omgeving anders kunnen inrichten? En eigenlijk is dat dan gewoon duurzaamheid. En elke astronaut die buiten die aarde geweest is, die zegt, jongens, dit is ons ruimteschip, hier moeten we het mee doen. En het gaaf is dat die aarde het eigenlijk perfect geregeld heeft. Alles is circulair. En als je dan als astronaut uit je raam zou kijken, dan zie je die wolken ontstaan. Al het vocht wat opstijgt boven het land. Onweersbuien, de witte flitsen. Maar je ziet ook gele vlekken. Wat zijn die gele vlekken? Dat zijn voornamelijk de stedelijke gebieden waar heel veel mensen bij elkaar wonen. En waar ze licht kunnen veroorloven. Dat is natuurlijk ook nog lang niet overal. En dan zie je meteen dat mensen het liefst ook bij elkaar gaan zitten. Maar juist in zo'n stad raken mensen de connectie met de natuur kwijt. Voedsel halen we de supermarkt. Ik denk dat duurzaamheid moet een beetje tussen je kop zetten. Dat begint vooral bij jezelf. En het gaat er vooral om mensen ook te triggeren om iets duurzamers te gaan doen. En daarvoor moet je inspireren. En ik denk dat de avond heel goed voor was. En het is natuurlijk ook de kracht van een regio, zoals we hier bij de gemeente zitten, om met elkaar, met dezelfde belangen en interesses wat te doen. Ik bedoel, jij vindt deze regio, daar heb jij hart voor. Daar word je blij van. Dat is heel wat anders dan wat mensen in het Westen vinden of mensen in Groningen vinden. Dus juist nu met elkaar is een uniek moment om dat te starten. Nou ja, goed, we hebben een tijdje terug natuurlijk het Duurzaamheidscongres in Baarlo gehad. We hebben nu een avond. En ik denk het heel belangrijk is dat je met name met mensen blijft praten en dat je blijft uitstralen en dat je mensen probeert te inspireren en te bewegen om te verduurzamen. Ik zeg altijd, hè, als je zonnepanelen wil verkopen, zeg ik altijd tegen die mensen, dan kun je 100 folders drukken. Of je maakt ergens in de buurt een dak met zonnepanelen en dan gaan mensen over nadenken. En dan gaan ze denken, verrek, zal mijn buurman er iets aan overhouden? En moet ik het misschien zelf gaan doen? Dan komen mensen pas echt in beweging en daar gaat het om. Een aantal lokale ondernemers presenteerden hun visie op de toekomst en hun bedrijf. Wat we eigenlijk over de hele wereld willen hebben, we willen weer productie en consumptie bij elkaar brengen. En het gaat nog niet zozeer om meer geld te verdienen of om evenwichtiger geld te verdienen, maar het gaat er met name om op een open, eerlijke en transparante manier, in ons geval, varkensvlees te produceren. Onze inspiratie is eigenlijk het 100 apen effect. Als 100 apen wat anders doen als de rest van de apen van de wereld, dan worden die apen niet gezien. Maar zodra het 101 apen zijn die anders doen, dan gaat de rest van de apen het ook zien en komt er beweging in. Als jij na vanavond een stap wil maken en je echt wilt doen met wat je vanavond hoort, moet je je brein om tuin leiden. Als je dat niet doet, ook goed, even goede vrienden, heb je een leuke avond gehad, boem over je schouder, is eigenlijk verloren moeite. Doe er iets mee, dat is het enige wat ik wil meegeven. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen sowieso gaan nadenken bij zichzelf, waar word ik nou heel blij van? Want dat is natuurlijk de basis van duurzaamheid. Wat vind jij belangrijk? Hoe ziet jouw ideale wereld er over 10 jaar uit? En als ik het jou vraag, of de cameraman, of de mensen thuis, hebben we allemaal hetzelfde. We willen schone lucht, we willen eerlijk voedsel, we willen betaalbare omgeving, een groene omgeving. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Dus hoe kunnen wij elkaar daarbij helpen om daar te komen? En dat klimaat, dat gaat dan vanzelf wel mee. Dan hoef je helemaal niet met het klimaat bezig te zijn. Maar het begint bij jouzelf. Waar word jij blij van? Het symposium werd georganiseerd door de Rabobank en de gemeente Pillemaas.